Sven van Dijk, de winnaar van vandaag. Half juli valpartij gehad met gebroken sleutelbeen. Vertel een beetje, hoe is de aanloop geweest naar Jumping Zandhoven? Ik heb na mijn gebroken sleutelbeen ben ik nogal vrij snel terug op mijn paard gestapt. Na 6 dagen was ik begonnen met 3 paarden te rijden en evolueerde al snel naar 9 paarden. Ik heb toen op de laatste moment kunnen starten in Capelle en Beervelde, maar wat eigenlijk iets te snel kwam. Paarden waren ook net niet zo in vorm. Ik was zelf ook niet echt in vorm, dus dat was eigenlijk 2 wedstrijden om snel te vergeten. Wat wel een heel mooie wedstrijd waren natuurlijk. Nu Zandhoven was de eerste concours waar ik mij terug goed voelde en de paarden goed in vorm waren. En dat resulteerde ook in een overwinning, een 3e plaats in de 40 en nog een ander paar klassementen. Dus deze de eerste wedstrijd eigenlijk internationaal waar mijn paard en ik zelf eigenlijk terug in goede vorm zijn. En, ja, we resulteren in een overwinning met Amira. Oké, we zullen eventjes het parcours analyseren. Dan kan jij een beetje uitleg geven over de omloop van vandaag. Ja, ik rij juist over hindernis 1, dat was een okser. Nu rij ik rechtsom naar een stijl waar regelmatig fouten op werden gemaakt. Dat was 6 galopsprongen, een klein beetje rustig blijven naar hindernis 3, was ook een stijl. Dan een klein beetje in het ritme naar hindernis 4, een okser. Dan pakte ik een beetje mijn tijd naar de dubbel, was barespa inkomen, 1 galopsprong, stijl, wat Damir eigenlijk heel goed deed. Dan was een klein beetje in het ritme, een beetje volgen voor mij voor de volgende naar okser, waardoor ik die 5 makkelijk kon maken naar de stijl, wat je ook kon kiezen in 6 te doen, maar dan moest je heel veel wachten. Nu rijd ik naar hindernis 8, waar ik ook een beetje mijn tijd pak voor mijn hindernis goed te swaaieren, wat de merrie goed springt. 7 galopsprongen, een beetje in het ritme naar dubbel stijl, de laatste van het parcours. En dan begint de barrage, waar ik direct een beetje in het ritme blijf. Klein beetje de winning verzorgen naar hindernis 11, 10, wat een okso was waar veel fouten op werden gemaakt. In 7 galopsprongen volgde ik naar de stijl en dan draaide ik heel snel na de stijl voor richting 12 een okser te springen. Die ik heel schuin aansneem met veel tempo. Dan rechtsom naar de voorlaatste hindernis, een stijl. Okser op 1 galopsprong, dubbel. En dan veel galop naar de laatste. En ja, oké, dat was de buit binnen, was de 0. Oké, na de winst in nu het 1.40 ben je al zeker van plaats voor de grote prijs van zondag. Hoe plan je nog een beetje dit weekend in? Ik heb 2 paarden bij mij hier op de concours, Damira en Vici. Vici bewezen in Zandhoven dat hij in goede vorm verkeerde door 2 keer 0 te springen in een 1.40 op vrijdag in de grote prijs. Dan kreeg ik een foutje op de laatste hindernis, want dat was hij eigenlijk heel snel en bewezen in goede vorm te zijn. Dus die rijd ik morgen in het 1.45. Damira rijd ik morgen niet meer, die rijd ik zaterdag en zondag waarschijnlijk in het 1.35. Dus voor de 3 volgende... 1.45 groep en dan de grote prijs natuurlijk, rijd ik normaal Vici. Dus. Oké, dan wensen we je nog veel succes dit weekend en hopelijk zondag een ereplaats in de grote prijs. Ja, dankjewel.